we hebben juist krentenpapier hier gehangen, zodat de ledlampjes minder zichtbaar zijn en voor een iets mooiere schijn. Hier in de schaduw van de Sint-Romboudstoren bij TSM in Mechelen bouwen de eerstejaars van de opleiding Stemwetenschappen al het hele schooljaar aan een miniatuurversie van de kathedraal. Eén keer per week komen ze samen om aan hun Sint-Rombouds te werken. En zo krijgt de kleine kathedraal langzaam maar zeker vorm. Normaal had het werk tegen eind juni af moeten zijn, maar door corona moest de school enkele afspraken annuleren. En zo liep de bouw vertraging op, zoals wel vaker in het echte leven. Zoals u kan zien zijn we al redelijk ver gevorderd. De toren is bijna af en het grootste deel van het schip ook, van de kathedraal zelf. Enkel het achterste gedeelte met de ronding, die gaat niet meer voor dit jaar zijn. Voor de leerlingen begonnen aan de praktische kant moesten ze heel wat voorbereidend werk doen. Het is al eind april wanneer ze kunnen starten met het eigenlijke werk. Ze hebben ook leren werken met machines, bijvoorbeeld een zaagmachine. Programma's moeten schrijven voor de lasersnijder. Dus hebben ze ook zelfstandig de laser moeten bedienen, programma's moeten schrijven, de juiste afbeeldingen zoals de glasramen moeten opzoeken, omzetten. Dus het was vooral heel veel voorbereidend werk. En dat de wereld van de bouw al lang niet meer een uitsluitend mannenwereldje is, bewijst Sophie. Ik vind dat meisjes ook met hun mannetje moeten staan en dat is heel belangrijk. Dat ze kunnen zien dat meisjes dat ook wel graag doen en dat willen doen. Steven, de begeleider van het team, twijfelde geen seconde toen ze vroegen welk bouwwerk hij zou maken met de leerlingen. Hij koos resoluut voor de Sint-Romboudstoren. Omdat dat de pracht van onze stad is en wij kijken er mooi op uit. Dus ik vond dat eigenlijk een ideale gelegenheid om dat op poten te zetten.